Goed, kerel. Zoals ook helemaal. Doe jij spinnen? Ja. Gaan we weer thuis? Wordt ook mooi. Ook zo leuk. Moet het... Klein stoepje. Mami. Mooi. Zangles heb. Stemkompom. Zingen. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vrijdagochtend. Lucius die loopt alweer met de afwasborstel rond. Hé, hey, jongen, ga je afwassen? Ja, ik zie het, liefie. En de meiden zijn hier lekker aan het chillen. Goedemorgen. Ze zijn al lekker wakker. Ze hebben allebei een nieuw outfitje aan. Hoi. Laat eens even zien. Oké. Hoi. Silla haar nieuwe outfitje die ze gisteren heeft gekregen. En Luxie haar nieuwe outfitje die ze al eergisteren had gekregen. Heel erg mooi meiden. Nou, die gaan zo weer lekker spelen op school. Luxie een kort dagje. Lucilla die heeft er een lang dagje op school. Dus die zien we aan het eind van de dag weer. Maar dat geluidje maken hoor. Zo. Oh, lekker pippi. Een goedemorgen Woesel. Nu heb ik lekker geslapen. Goedemorgen. Lian met zijn nieuwe outfit. Ja, leuk hè? Heel leuk, Lu. Staat je heel goed. Lucius die is nog wel in de pyjama, maar die blijft lekker thuis. Dus ja, het is gek hè, dat het nog zo donker is in de ochtend. Lijkt het alsof het... Het is 7:30, terwijl het nog zo donker is. Ja. Dus... Ik dacht even dat het gewoon even avond was. Ja, gek is dat hè? Ja, daar moeten we wel weer even aan wennen. Het is echt wel weer typisch herfstweer, jongens. Ook als we het naar buiten kijken. Ja, we hebben nu spiegeling van de raam. Maar ik ga ook met mijn nieuwe jas naar school, hè? Ja, je mag ook met je nieuwe jas naar school. Kijk, het is echt... Oh, volgens mij regent het ook. Oh ja, het is hier helemaal nat. Kijk, het regenpijp is... Maar Lu, het regent wel, jongen. Hij vindt het niet erg, jongens, om door de regen te gaan, maar... Nee, ja, Mieser, dat gaat wel. Dat gaat wel. Heb jij de Nutella-pot... Liesjes. Heb jij de Nutella-pot gepakt? Die is op. Oh, heb je die uit de prullenbak gepakt? Ja. Oh, Liesjes. Ach, jongen toch. Nou ja, in ieder geval. Papa die is nog aan het aankleden volgens mij. Ja. De schooltassen voor de kinderen hebben ze zelf alweer gemaakt, toch? Dus dat is al ingepakt en wel. Dus jongens, kijk vandaag weer gezellig. Gezellig. Veel plezier op school. Ja. En wij zien jullie straks weer als je uit school komt. En papa die brengt jullie even weg. Dat is lekker. Hey, Liesjes. Waar zie je het knuffelen met de beer? Deze. Hm? Wil jij spelen? Deze. Even kijken, deze pakken. Dit is een leuke. Dit zijn de blokjes. En dit, dit is het bord. Het chereboel. Nee, niet chereboel. Het, hoe heet het ook alweer? Hoe heet dat nou ook alweer? Het, schoelbord. Hoe ze op de naam komen. Ook nog een klok. Nou, dat is nog even wat lastig voor Liesjes. Liesjes vindt vooral schoelen van schijfjes leuk. Zo. Zullen we eens even op een stapeltje leggen? Kijk zo. Want oma had zo'n stapeltje. Nou ja, dat is ook hier. Moet je hier komen zitten. Kijken en dan 1, 2. Ja, kijk, die zit erin. 1, 2. Harder. Twee. Goed zo, harder. Zo. Zie je het? Ja, goed zo. Nou, er doorheen, hè, jongen. Goed zo, bijna. Oh, bijna. Nog een keer. 1, 2. Ja, kijk, die zit erin. Die zit erin. Heel goed, kerel. Ja, maar even kijken. Ja. Oh, ja, zo. Zo kan het natuurlijk ook. Ja, ga je ze zo erin doen. Ja! Wauw! Goed zo! Ja! Ja! Woe! Nou jij weer. Goed zo, mama weer. Ja, die zit erin. Zie je het? Nou, gaan we eens kijken hoeveel erin zitten. Kijk, heel veel. Dus je zit lekker aan een beschuitje.
voor de televisie. En drie keer raden waar Pip is gaan liggen. Die heeft weer een nieuw plekje. Op het been van de beer. Hé, hey Pip. Je hebt ook een lekker plekje. Ik heb de kids naar school gebracht. En ik ga nu eventjes met de stofzuiger naar de winkel toe. Want het hele apartje is, varen zegt, hij laadt niet meer op. En dat doet helemaal niks meer. Die is volgens mij ook nog geen eens een jaar oud. Dus hopelijk kunnen hun op het serienummer nog de klantengarantie krijgen. Want we kunnen niet stofzuigen. En dat is niet handig natuurlijk. Ja, en als de stofzuiger helemaal niet meer te maken is, dan moet ik hier misschien maar een nieuwe kopen. Nou, even geïnformeerd, maar hun hebben geen dealerschap meer met Dyson. Dus hij zei, het is nu beter dat ik Dyson zelf ga contacten. Het serienummer ga doorgeven. En hem dan ga versturen naar Dyson. In de hoop daar op de 2 jaar klantengarantie een nieuwe te gaan krijgen. Maar ja, dat kan wel weer 2 tot 3 weken duren. Net zoals met de iPhone. En lijkt het me wel fijn dat ik zo'nzelfde als deze meeneem. Voor thuis. Want deze is weer het nieuwe type. We hebben ook die andere, die gebruiken op de kinderslaapkamers. En het handige wat ik van deze vind, is dat die gewoon, kijk, zo te leeg is. En hij zei ook van, nou ja, aangezien de grootte van jullie huis, is deze beter om te doen. Ik zag natuurlijk ook dit soort stofzuigers, maar die hebben een hele kleine opslagvulling. En ik zag deze. Maar hij zegt, ja, voor jullie woningoppervlakte heb je er dan zeker wel 4 tot 6 nodig. En er zit maar een heel klein opvangbakje in voor het stof. Dus dit moet nog iets verder ontwikkeld worden. En neem ik maar daarom veilig een verrassing mee voor Vara en de kids en mij. Deze nieuwste stofzuiger zonder stofzuigerzak. Ik heb het zo gevraagd dat ik ben even bezig geweest voor de potten thuis een stofzuiger. Stofzuiger. Wat dat soort kruimeltjes. Het is nog beter. Het is eigenlijk die oude variant die we ook hadden. Heb je nu ook in de nieuwste type. Oh, die vindt hij ook wel mooi natuurlijk. Ja. Zat jongen, wat is dat? Wat is dat? Ja, oh, kijk eens. Ja. Stofzuiger jongen. Ja, die moet daar goed zien. Er zit een bankstelborstel bij. Deze is voor de vloer. Nou, blij mee. High five. Ja. Nou, terwijl de Dyson daar ligt te wachten op de nieuwe materialen, ga ik met de nieuwe stofzuiger het kleedje doen. Er liggen nog heel veel kruimels. En tadaa! Nou, ik heb het hier helemaal gezogen. En hoeveel zit hij nou in? Of hij aardig was? Kijk, goh. Pakje vol met stof. Schaaltje lekkere pesjes en fruitjes. En ze gaat een heel mooi prinses LOL poppetje maken. Oh, is dat nog een verrassing? Maar dit is ook lekker zo in deze tafel. Kijk, daar heeft ze geen stoel nodig. Ze zit gewoon op de knieën. Lekker te tekenen. Ideaal dit, hè? Ja. Is ook wel een lekker plekje zo. Ja. Ja. En mama moet zo nog wel eventjes boodschapjes halen. Ja. Ga je zo mama mee boodschapjes doen? Is het daar koud? In de supermarkt. Alleen in de vriezer is het koud. Ja, zo lekker. Vind je dat ook zo lekker liggen op de bank? Wat ze het liefst te doen? De hele dag lekker liggen op de bank. De hele dag ook zo brommen zo. Hoor je dat fluitje? Ja. Dan noemen we je altijd het kattenhondje. Het is alsof ze spint is dan, hè? Doe jij spinnen, Pip? Doe jij spinnen? Ja, braaf, hè? Pip is braaf. Ja, Pip is braaf. Doe een kusje. Oh, mooi, liefie. Kijk, ik wil deze doen. Hoi. Oh, ja. Dit is kwijt. Ja. En dit is stift. Ja, mooi. Oh ja. Dat blijft altijd leuk, jongens. Kleuren met kinderen. Even zo'n momentje van, goh, wat zullen we doen? Gewoon een paar stiften en wat een tekenboekje op tafel. En dan is het eigenlijk al snel goed. Dat is een lekker werkje altijd, hè? Even tekenen. Ja. Ja, maar. Pip, kusje geven. Pip een kusje geven, zachtjes voor Pip. Goed zo, Pip aaien. Pip is braaf, hè? Ja.
Mijn haar is klaar. Het haar is klaar, het ruimt. Ja. Mooi, de fiets. Haar. Haar is haar klaar. Haar is klaar. Zo. Zo. Ik schreef een nieuw liedje. Hoe gaat het liedje? Slaap zacht kipje. Ja, en dan gaat hij er niet. En dan gaat hij slapen. Nou ja, wie nog meer ligt te slapen, dat is onze Lucius. Dus die blijft even lekker bij papa. En wij gaan even lekker boodschappen doen. Ja, ja, voor het weekend. Kopie. Met de pop. De pop moest mee. Ja. Let's go. Doei. Dag papa. Namelijk wat maken. Wat wilden wij maken? Chocola. Dat gaan we je thuis allemaal vertellen. Nee? Kom. Gaan we lekker naar huis. Het waait wel, maar het is niet koud. Nee. Dat is grappig. We gaan wegvliegen. Ja, je kunt zo wegvliegen. Ja. Jouw staart vliegt helemaal de lucht in. Ja. Ja. En ook een karretje. Dat je hier daar. Ja, ook jouw karretje. Ja. Karretje moest je goed vasthouden. Die ging elke keer weg bij je. Ja. Nou, we zijn weer bij de auto. Nou, met een lekker stukje meloen erbij. En een lekker worstenbroodje. Eet smakelijk, jongens. Ja, dat is wel een beetje eet. Lucia wil even aardbeien, hoor. Kijk maar naar jouw trojkje. Ja, die moet mama even weer in de was doen, jongen. Eens kijken, ja. Ja, is die ba. Ondertussen wil Lucius verven. Hij ging naar de... Heel schattig, dan loopt hij echt naar die deur toe van de speelkamer. En had hij op een gegeven moment echt die flesjes met verf in zijn hand. Gelukkig kan hij nog niet de flesjes zelf openmaken, maar hij liep echt met heel veel flesjes. Hey, Liesjes, ga jij verven? Wilde jij graag verven? Ik heb een oud shirt aangedaan. Dan kan hij lekker op kladderen. Moet je eerst even de verf op doen. Schudden. Rood. Kan je zeggen rood? Rood. Rood. Goed zo. Dit, Liesjes, wat is dit voor kleur? Nee. Dit is groen. Kan je zeggen groen? Groen. Goed zo. Dan is... Geel. Ja! Geel is dit. Kun je zeggen geel? Geel. En dan de laatste, nog vier kleurtjes. Dat is... Blauw! Blauw! Ja, hoppatee. Lekker! Moet je schoonmaken? Groen is lekker heel glad. Ja. En blauw is ook heel lekker glad. En geel ook maar glad. Als een poepie. Ja. Zo. Nee. Oh, dan ga je twee kleuren in één. Nee. Oh, dat wordt ook mooi. Liesjes. Dat is in elkaar doen, ja. Liesjes, kijk. Hij maakt er een hele mooie regenboog van. Nee, dit wordt een regenboog. Mooi, jongen. Ja, even het kopje roeren en op het doekje. En dan ga je weer op een kleurtje. En dan ga je weer verven. Ja. Zo, doe maar weer op een papiertje. Zit er genoeg op. Doe maar op een papiertje. Goed zo. Yeah. Op het papier. Kijk wat mooi dat wordt. Kijk, dat heb jij gemaakt. Dat is mooi, jongen. Nou, terwijl Lucius even lekker gaat verven, was ik net nog heel even bij met Luxie bij de Action. Want ik had voor Lucilla gisteren een plaat, zo'n onderzetter ding gehaald. Wacht even, ik laat het jullie even zien. Daarvoor moet ik even naar haar kamer toe. Want kijk, ze heeft natuurlijk dit mooie bureau van ons gekregen. En ik had deze voor haar gekocht. Deze mooie plaat, die onderzetter. Even met licht of zo kun je het zien, denk ik. En ze vindt dit heel erg leuk en heel interessant, de aardrijkskunde. En dat heeft ze nu ook op school. Had ik voor haar gekocht, maar wat gebeurde er nou? Ik had die tas, had ik tegen een lampje aangezet. Waardoor dat lampje op die plaat is gaan branden. En er een hele gesmolten plek in die plaat is gekomen. Dus die moest ik gewoon weggooien. Dat was niet meer goed. Gelukkig roken we het op tijd. Want we roken de geur.
Dus die heb ik even opnieuw voor haar gehaald. En ze vroeg ook, oh mam, als je dan toch bij de Action bent, kan je dan ook een wereldbolletje meenemen? Want dat vindt ze ook zo leuk om op dat wereldbolletje rond te draaien. Ja, ze zit nou heel erg in die fase van, hoe groot is Nederland? Hoe groot is dat land? En waar ligt dit land? En hoe zitten we op de wereldbol? En ze vindt dat heel interessant. Dus ik had dat dus even bij de Action gehaald. En toen ik dus bij de Action was, toen kwam ik dus wat tegen met Luxie. Dat zal ik jullie zo meteen laten zien. Ondertussen zitten wij aan tafel. Ja, aan tafel. Niet aan Want wij waren dus net in de Action, wat ik dus jullie net vertelde. En toen zagen Luxie en ik wat. Ja. En dat was dit. Het is een soort chocolate maker. En daarmee kun je dus iets van chocola maken. We hadden hem al even opengemaakt. Dan gaan ze even uitpakken. Kijk. Uitpakken maar. Wat zit er allemaal bij? Dit zit erbij. Maar er zit geen één ding in hoor. Mama? Ja? Het zit ook vast. Ik probeer hier een lepel uit een hete pomp te vissen, jongen. Dus ik denk, wat ben je raar aan het doen? Is, au! Ja. De lepel is heet nou, hè? Gaan we deze even openmaken? Nee! Het ziet er echt niet uit. Gaan we eens kijken hoe dit moet. Het lijkt me niet zo heel erg moeilijk, maar ik wil deze. Het is wel een leuk werkje, denk ik. Die? Oh, kom maar. We doen hem allemaal deze. Allemaal? Ik ben het in het deze. Volgens mij kan je maar één tegelijk doen, want ik zie maar één clipje. Ik denk dat dit bij elkaar wel moet. Zie je? Ik denk maar één tegelijk op. Wat? Mama, dan wil ik eerst. Dus zoek maar even eentje uit. Die? Dit is een... Ik weet niet precies, het is een egeltje volgens mij. Dit is een hond. Een hondje of een leeuw. Dit is een hond. Volgens mij is het een, oh nee, dit is een hond, een hondje. Een beer. En een beertje. En jij hebt een? Een unicorn. Een unicorn. Unicorn, waar is de unicorn dan? Midden, unicorn. Nee! En deze gaat Luxie maken. Een chocolade unicorn, jongens. Hoe lekker is dat? Maar dat hebben we niet zomaar. Nee, dat gaan we eerst helemaal maken. Daarvoor heb je nodig dit leuke kopje. Daar moet je zoekermel, geen zoekermel, chocola in doen. Chocola. En dan moet je ergens hier zo in doen. En dan moet je even schudden. En dan moet je dit hier zo in doen. We moeten het eerst smelten. Want kijk, dit zijn stukjes chocola. Ja, dat lijkt jou wel lekker, hè? Dus je gaat meteen eten. Mag ik eentje eten? Je kan het eten, ja. Wel een beetje puur, maar het is eigenlijk een echte smelten. Nee. Kijk, het ziet eruit. Lekker! We hebben het bakje helemaal gevuld met chocola. Dan hebben we hier heet water. Dus afblijven niet aankomen, want het is auw. Mama, auw! Auw! En die gaat er dan in doen, ja, maar niet in het water. We gaan hem echt gewoon in het water zetten. Zo. Want het is niet de bedoeling. Volgens mij blijft hij drijven. Iets te veel water in. Het water komt er niet in. Maar het is de bedoeling dat de chocola gaat smelten. Dus volgens mij duurt het wel heel lang. Ik denk dat het beter even met een pannetje kan doen. Dan gaan we het au de Marie smelten. Want dit duurt denk ik wel heel lang. Op dit briefje stond dat je het in een bak met warm kokend water moet doen. Maar je hebt te veel. Nee, ik heb niet te veel. Dan moet je heel dat dingetje mee vullen. Nee. Ik ga het even in een pannetje warm maken, goed? Au bain de Marie, noemen ze dat. Ja, Valerie. Heb ik vroeger op school geleerd, jongens. Denk je, waarom leer je dat op school? Ik heb vroeger op de vrije school gezeten. Niet op de basisschool vrije school, maar op een middelbare school vrije school. En daar had ik, ja, je staat er verbaasd van waarschijnlijk, als je mij een beetje kent. Maar daar hadden we kookles. Daar heb ik de basisdingen geleerd om te koken. Maar daar leerden we dus ook au bain de Marie koken. En ik vond dat altijd zo'n leuke naam. Ik vond het grappig dat je dat au bain de Marie. Het klonk zo leuk altijd. Maar in ieder geval, ik ga dat even doen. Ik wil het even ergens neerzetten. Hoppatee. Dan heb je dus een pannetje. En in het pannetje ga je een klein laagje water zetten. Even dit pitje. Ja, ik heb hier een klein stilpannetje. Doen we een heel klein bodempje water in. En dan, ja, ik laat het wel in dit bakje. Want dit bakje is het maatbekertje voor één zo'n vormpje. En die zet ik er dan in het pannetje. En je ziet nu al dat die al heel snel begint te smelten. Terwijl het water nog niet eens gespeeld is.
chocoladestukjes. En die gaan dan zo meteen lekker smelten als het water eromheen warm wordt en kookt. Omdat het dan in dat bakje natuurlijk ook warm wordt. En ondertussen zijn de kids nog even lekker aan het spelen met de vormpjes. Kunnen ze misschien ook wel gebruiken voor in de zandbak in de zomer. Ja. Daniel is trouwens nu Lucilla en Luan ophalen van school. En op vrijdag is voor hun eigenlijk altijd best een drukke dag nog. Helemaal nu voor Luan, want hij heeft een kinderfeestje. Als ze zo meteen thuis komen, hebben ze eerst privé zangles. Dat is gewoon thuis. Dat hebben ze al een tijdje. Dat, ja, ik weet niet of jullie dat al hadden meegekregen of niet, maar bij deze. En daarna hebben ze samen koor. Ze zitten op een koor ook al een tijdje. Lucilla die zit dus ook al een tijdje op koor. Sinds groep 5. Vanaf groep 5 mag je bij dat koor tot groep 8. Dus Luan zit ook vanaf groep 5 al in. En hij zit nu in groep 7. Dus volgend jaar is het de laatste keer dat hij in dit koor mag zitten. Zeg maar. En ze vinden het zo leuk. Omdat ze dan met andere kinderen ook samen kunnen zingen. En ze hebben ook wel eens optredens hier en daar. Dus dat is gewoon heel leuk. Dus dat hebben ze eigenlijk allebei op vrijdag. Er zijn aansluitende dingen, zeg maar. Eerst thuis privé zangles en dan gaan ze samen door naar koor. Alleen, Luan die gaat nu vandaag niet mee naar koor, omdat hij een kinderfeestje heeft. Het wordt heter, jongens. Dus ik ga hem even wat zachter zetten. Anders kookt hij over. Luan heeft een kinderfeestje tot 's avonds laat. Ik heb het gevoel dat de kinderfeestjes steeds later worden nu. Het is nu op de woensdagmiddag, maar bij hem is het echt s avonds of slaapfeestje wat hij laatst had. Maar dit is volgens mij een zwemdiscofeestje of zo. Dus s'avonds ga ik niet naar het zwembad en ze zijn pas s'avonds laat thuis. Dus ik denk dat het een zwemdiscofeestje is. Daar gaat hij straks heen. Dus die zien we sowieso pas, wordt hij s'avonds laat pas thuis gebracht. En we hebben vanavond natuurlijk ook een lekker weer filmavond. Dus Luan dan wel niet bij, want dan slapen de kinderen al als Luan thuis komt. Want dat is wel wat later. Maar goed, waarom zei ik het ook alweer? Oh ja, dat chocola. Dus het gaat niet meer vandaag worden dat het chocola helemaal klaar afkomt. Dat kunnen we het morgen doen. Lucilla is weer thuis. Dus Lucilla weer thuis? Ja. Oh. En wie is daar weer thuis? Mami. Lucilla. Liefie, hoe was het op school? Heel leuk. Was het goed? Ik heb weer huiswerk. Heb je weer huiswerk? Oh, nou, ik heb een verrassing op je bureau liggen. Ga maar eens even kijken. Ja. Hey Luan, alles goed? Ja, alles goed. Ja? Nou, jullie hebben zo zangles? Ja. Ze gaan zo lekker zingen. En straks op een... Lucilla, ja, ik heb ook op jouw bureau iets neergelegd. Ik loop wel even met jullie mee. Ik loop wel even mee. Oh. No, ho, ho, ho. Was dat een vruchtensprongetje? Zijn dat groot? Ja. Dit is echt een leuke broek. Nee, het is een kleine verwachting. Ja. Maar die zijn net zo leuk. Echt leuk, Zil, die broek. Ja. Er zitten een soort van glittertjes in. Zie je dat? Die heeft mama uitgekozen. Ja. En ik had die body warmer uitgekozen. Ja, leuk. Nou, kijk maar eens allebei op jullie bureau. Ja, die is gewoon weer gekozen. Vind je die mooi? Deze. En een... En de wereldbol. Die vond je mooi, hè? Die is mooier dan van op de speelkamer. Nu wel, hè? Leuk, hè? Johan heeft iets anders. Oh. Ik dacht hetzelfde. Het moet wel een beetje een verschilletje zijn, natuurlijk. Oh, wacht, wat? Is het hetzelfde film niet? Luan heeft deze, zie je dat? Hier kan jij de hele aarde, de hele, alle continenten op leren. Hier met echt Nederland. Leuk, hè? Dit, nee, waar is het? Daar zit Nederland. Dit is toch een laag? Nederland is altijd heel heel slecht te vinden. Een heel klein landje. Kijk, daar. Dat oranje daar, dat kleine oranje beetje. En dan heb je België. Dit is Frankrijk. Dit is Italië. Ja, Italië kan je makkelijk zien. Kijk, dat is die laars. En als je dan Italië hebt gevonden, dan weet je daarboven ligt dan Nederland. Maar ik vind het meer een hak. Een hak? Een hak, ja. Een laars met een hak. Dat is inderdaad, zit een hak aan. En dit is France, en dit is Spain, en dit is Portugal. Ja. En dit is Amerika. Nee, Zuid-Amerika. Ja. Dat is Noord-Amerika. En dat is Canada. Dit is ook een soort van placement. Ja, het is gewoon een onderlegger. Staat dit zo goed? Ja, dat is zo goed. Kijk, hier is de laars. Dat is Nederland, daar. Dat stukje. Dat stukje is Nederland. En dit hier, kijk, hier zie je de laars. Hier de laars. En daar wijst Nederland dus aan? Ja, dat is Nederland. Heel goed. Heb je nog huiswerk? Ja. Ook nog. Keersommen. Keersommen. Nou, even lekker aan de sommen. Oh. En jullie hebben zometeen zangles. Want ik vertelde al in de vlog dat jullie samen privé zangles hebben. Oh ja, dat had natuurlijk nog helemaal niet verteld. Dat hè? Hebben we volgens mij nog niet verteld. Ze hebben dus met z'n tweeën hebben ze al een aantal keer privé zangles gehad. Omdat we toch
Ze vinden allebei zingen heel erg leuk. Ja. Mm-hmm. En ze willen allebei daarmee doorgaan. Heel erg. Daarom vinden ze het ook heel goed leuk aanpakken. Ah, ja. En daarom hebben papa en mama besloten jullie privé zangles te geven. Om echt goede zangtechnieken aan jullie mee te geven. Zodat jullie nu al goed leren hoe je met je stem kan omgaan. Ja. Jullie kunnen al prima zingen. Maar je kan natuurlijk altijd weer meer leren. Ja. Helemaal op jullie leeftijd. Lucille is natuurlijk 8 en Luan is 11. Dus we hebben allebei hele andere tonen ook. Ja, ja, dat ook. Luan heeft een beetje een harde stem en ik heb weer een beetje een zachtere stem. Ja. En ze zingt ook bij in het koor van een bekend iemand. Mm-hmm. Ja. Ja, dat eigenlijk. En ik kan ook misschien ook even laten zien wat huiselijk is. Ja, want wat leer je op de les? Zingen, maar we hebben ook verschillende tonen ook en ook gapend zingen. Ja. En we krijgen ook huiswerk en we hebben een hele leuke oefening. Dan moesten we zo met onze rug en armen in elkaar en dan zochten we ervoor dat onze schouders naar beneden blijven. En dan zing je niet zo, want dan ben je Doe eens voor, hoe moet dat dan? Hoe ga je dan zingen? Want dat heb ik nog niet wel verteld, maar nog niet laten zien, mama. Zo. No. Okay, ja. En eerst moet Luan dan zo gaan zingen en ik moet dan met de trekken en zijn armen. Oké, zing eens. Ik ben een cowboy. Ik ben een cowboy met een lasso in mijn hand. Zet mijn hoed op mijn kop, iedereen aan de kant. Kijk uit voor je zus, Luan. Gaat dit zo ook op de les? Jongens. Gaat het zo? Ja, gaat het echt? Nee hoor. Oh. Nee, ja, ze komt teruggemaakt. Oké. Maar Lucilla kan dat dus ook bij Luan. Ja. Laat zien. Oké. Okay. Zeg maar je ijsjesliedje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ijsjes. Kom op hoor. Nee, niet de kleintjes. Geef mij maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Jongens, zo. Oké. Nou, zo gaat het dus niet op de les zelf. Nee, dan zijn ze heel serieus. Ja? Oh, nee. Oh, schuift het bed. Ja? We moeten het niet doen. Tegen de muur? Kijk, we moeten zo staan. Ja? En dan doen we heel veel schortingen, waardoor onze schouders ook omhoog staan. Nee, omlaag. Oh ja, omlaag staan, sorry. En dat onze buik recht is. En daar staan allemaal liedjes in. Ja. Zoals deze, Havana. Ja. En deze worden wat je wil. Ja. En automatisch. Ja, en wat voor een huiswerk heb je gekregen? En dat schrijf ik altijd op. Ja. Dit was 1. Dit, dit was allemaal 1. En dit was van toen. Popstem, dat is een beetje klassiek. Ja. Borststem, dat is wat voluit en dan ook een beetje pop. Ja. En gemixte stem is dat het van alles kan zijn. Aha. En dan moest ze ook vaak ademhalen. Ja. En dan moesten ook nog wat liedjes uitprinten die we dan moeten oefenen. Nou, en leuk. Instuderen. En dan doen ze hier op de kamer van Luan en Lucilla, dat wisselen ze iedere week een beetje af. Ja. Ik denk dat met de nieuwe kamer ze dan graag hier willen zitten. Juist. Of niet? Ja. Jawel, hè? En ik op deze stoel. Ja. Nou, dus ik wens jullie heel veel zangplezier weer met de les. Ja. Want volgens mij komt ze zo binnen. En ik ga met Lucilla verder, met Luxie verder, chocola maken. Dit is het vormpje waar de chocola zo in gaat. Hier hebben we de chocola. Kijk. En die mag jij daarin doen. Dat moet je vasthouden. Ja. Oh, ja. Te veel? Ja, dat mag je lekker oplikken. Dop zit erop. Zo, dan gaat hij dus hierin. Mag je hem erin zetten? Erin zetten? Ja, hij moet hierin. En die moet er dan op. Zo. En dan draaien. Die dicht. En dan moet je hem schudden. Heel goed schudden. Ik denk dat omdat dan de chocola overal komt te zitten. Ja. Je moet heel goed shaken. Goed shaken. En daarom moet hij goed dicht zitten, anders kom je helemaal onder de chocola. Ja. Dat is echt typisch iets voor mama zijn. Goed zo. Moet ik ook even shaken? Ja. Shake. Nu, je kunt nog helemaal niks zien, hebben we dit dus gedaan. En nu moet hij 4 uur in de vriezer. En het is nu, hoe laat is het dan? 4 uur, 5 uur, 6 uur. Dus vanavond zou die in principe... Nee, 6 uur, 7 uur. 7 uur zou die vanavond klaar zijn. Dus wij gaan hem morgen... Gaan wij weer met jullie gaan we hem weer openmaken. En dan kunnen we hem gaan proppen. Maar is het morgen? Dan is hij hard. Ja, morgen is hij hard. Mama. Ja? Maar eerst in de vriezer zitten. Maar dan heb ik maar één chocola.
Ja, daarom is het zo jammer, want we hebben dus, kijk, we hebben dus gewoon heel veel van deze vormpjes. Maar omdat er maar één zo'n ding in zit, kun je maar één vormpje tegelijk doen. Dat is jammer. Mama. Ja. Nou, eigenlijk is die al hard. Dan kon ik het in mijn eentje opeten, maar ik kan het niet meer vol maken. Nee, we moeten weer een nieuwe maken. Mama, dat snap ik wel. Ja. Maar één de vlees. Ja. Daar één van deze soort is. Ja. Als ze er nou vier van hadden, dan kon je tegelijkertijd dit doen. Of in ieder geval alleen zo'n clipje, weet je wel? Zo'n ding is een clipje. Ja, maar je kunt er maar één in de vriezer doen. Ja, dit zit, je hebt geen dop om dit dicht te doen. Kijk, er zit maar één dop bij. En die zit hier nu in. Je kunt hem niet dicht houden nu. Terwijl er wel vier van die dingen in zitten. Dat is dan wel weer een beetje raar, ja. Maar dit zit wel op een lenzenslip. Ja, een raket. Die naar de maan vliegt. Ja, ik snap het idee. Kijk, daar staat hij mooi. Nou, dan doen we hem dicht. En dan gaan we 4 uur wachten. Kan je morgen chocola eten. En nu even opruimen. Ja, ondertussen jongens sta ik even te koken. Met vanavond lekkere aardappelballetjes. Met kip met van die krokantjes. Dat vinden de kinderen altijd heel erg lekker. En lekker broccoli met wat worteltjes erbij. En ondertussen zit Huxie heerlijk nog lekker te tekenen. Helemaal lekker in een kokonnetje. Wauw, wat heb je gemaakt, liefie? Een regenboog. Met regenboog. Met wolken en met een zonnetje. Heel mooi, schatje. En ondertussen zitten we lekker allemaal aan tafel. Luan en Lucilla hebben hun zangles net gehad. Geen goed, hè, jongens? Ja. Ik hoorde jullie door de gangen zingen. Zo hard het ging. Gam helemaal hier. Dat klonk mooi. Niet goed oefenen, ja. Ja. Nou jongens, bij deze sluiten we de vlog ook weer af voor vandaag. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen! Bye.